Most Wanted Man is niet alleen de nieuwste film van Anton Corbijn, maar ook een van de laatste keren dat we de te vroeg overleden Philip Seymour Hoffman in de bioscoop kunnen bewonderen. De film laat zien dat de reële wereld van de hedendaagse inlichtendiensten niet volgens de James Bond en Jason Bourne methodes werkt. De strijd tegen het terrorisme is een kat-en-muisspel waarbij je soms tactisch de kleine vis hun gang laat gaan om de grote haaien te kunnen vangen. Dit spel wordt echter bemoeilijkt door internationale belangen en menselijke keuzes. De film heeft een rustige en trage opbouw, passend bij de manier waarop men de strijd tegen het terrorisme in beeld brengt. Hier past geen snelle actie, soms moeten de inlichtingendiensten tergend bang wachten voor ze een move maken, en daarmee wordt niet alleen hun geduld, maar ook dat van de kijker op de proef gesteld. Maar rustig tempo of niet, ook deze wereld van spionage is er eentje waar het spel keihard gespeeld wordt en mensen soms niet meer zijn dan pionnen op een schaakbord. Anton Corbijn wist voor deze zeer actuele John le Carré verfilming enkele grote namen binnen te halen. Philip Seymour Hoffman, William Dafoe en Rachel McAdams voorzien de film van de nodige internationale star power. Jammer genoeg wordt de ook aanwezige Daniel Brühl weinig tot niet gebruikt. Na Goodbye Lenin, Inglourious Basterds en Rush had deze getalenteerde acteur wel een wat grotere rol verdiend. Philip Seymour Hoffman laat wederom zien hoe moeiteloos hij een complete film en losse scènes naar zijn hand kon zetten. Zijn karakter lijkt superieur, hard en ongenaakbaar, maar onder dat panzer zit een beschadigde man die door schade en schande is wijs geworden in de wereld waar je niemand kan vertrouwen. Weinig acteurs hadden deze rol in al zijn subtiliteiten zo ongenaakbaar neer kunnen zetten. Ook een compliment voor Anton Corbijn die de kijker niet overvoert met informatie, maar langzaam meesleept in het plot. Een prima film voor mensen die subtiel vertel- en acteerwerk op waarde kunnen schatten. Ik geef de film 4 uit 5 sterren.